welkom bij deze nieuwe video. Ik ben weer bij jullie terug vandaag met een nieuwe make-up collectie van I Had A Revolution. En bij elke nieuwe collectie van hun zeg ik het weer, maar ook dit is weer de schattigste collectie ever. Dit is de cheese collectie, dus de kaas collectie. Het heeft helemaal te maken met kaas. Ik hou van kaas. Ik ben echt een kaaseter al mijn hele leven. Steek je hand op in de reacties als je ook houdt van kaas, net als ik. Elke keer als iets gaat over kaas, moet ik denken aan die ene video van die vrouw die zegt, ik wil kaas. Ik ben ook een klant. Ik wil kaas. Ik wil kaas. Laatste keer. Ik ben ook een klant. Ik ga stuk. Dus nou, iedere keer als ik aan kaas denk, moet ik aan haar denken. Ik wil kaas. Maar goed, het is echt een super cute collectie. Oogschaduw, sponsjes, highlighter en een lipbalm. Dus 4 producten. Weet je wat ik een beetje mis? Dat merken met echt super grote collecties uitkomen. Ik weet nog een aantal jaar terug, als een merk met een nieuwe collectie kwam, was het echt huge. Was echt een super duper grote collectie. En nu zijn alle collecties meer 3, 4, 5 producten. Zo, dat vind ik wel jammer. Ik weet niet hoe dat komt. Of ja, misschien omdat make-up nu iets minder wordt verkocht. I don't know. Maar goed, genoeg geklaagd. We gaan dus deze make-up vandaag reviewen. Ik heb het allemaal besteld bij Pussy Shop en ik zet alles beneden in de beschrijving. Dus vind je het nu al leuk? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze review. Ik begrijp gewoon echt niet waarom ik de hele tijd zo snel praat. Waarom praat ik zo snel? Niemand vraagt hierom. Ik heb mijn camera een beetje schoongemaakt, want volgens mij was het allemaal niet heel scherp, maar nu wel. Ik ga met iets beginnen wat echt heel cute is en dat ik echt gelijk wil gebruiken en dat is voor de lippen. Dit is de I Heart Revolution The Cheese Lip Balm. Kijk even dit, een roze blokje kaas als lipbalm. Dit is echt gewoon te schattig. Ik vind dit het schattigste product van vandaag. Als je het openmaakt is het gewoon letterlijk zo'n blokje kaas en dat dan een lipbalm. Oh my goodness. Het ruikt niet naar kaas. Dat vind ik wel een beetje een gemiste kans. Maar aan de andere kant heb ik ook wel iets van, willen we echt dat onze make-up ruikt naar echte kaas? Is niet echt per se de lekkerste geur. Ik ga stuk. Ik vind het echt, echt heel erg schattig gedaan. Ik heb mijn lippen al gescrubt, maar nog geen balmpje opgedaan. En mijn lippen voelen zo droog aan. Dus ik wil echt een lipbalmpje aanbrengen. Zou je het gewoon gelijk zo kunnen aanbrengen of moet het met je vinger? Ik doe gewoon gelijk zo. Oeh, lekker zacht. Oké, ik denk dat je het ook gewoon met je vingers kunt doen. Ik vind dit wel iets heavy zo. Dit voelt zo raar. Het is ook een heel klein beetje rozig ook echt. Het geeft echt een beetje een roze kleur af. Het ruikt heel zoet. Oh jongens, mijn lippen hadden dit echt nodig. Wauw. Het ruikt naar aardbeien. Ja, I love it. Brengt echt top aan. Lekker zacht. En de verpakking is nogmaals echt te schattig. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Ik ga stuk. Next up, sponsjes. Dit is de I Heart Revolution Cheese & Friends Make-up Sponge Duo. Dit zijn dus 2 beauty sponsen om je make-up mee aan te brengen. Laten we het openmaken. Mensen, ook weer dit. Is echt zo cute. Een muis en een blokje kaas. Kijk even dit. Kijk die muis. Dit is echt heel schattig. En dan zo'n blokje kaas. Een muis eet de kaas. Yum, yum, yum. Dit is zo schattig. Deze lijkt me echt ideaal. Ziet er gewoon uit als een normale spons. Maar dit is een beetje apart. Misschien voor concealer of zo. Ik ga ze eventjes nat maken. Ze zijn allebei echt heel erg gegroeid. Een stuk groter. En ze voelen echt best wel zacht aan. Ik ga hiermee foundation aanbrengen. Ik ga even met mijn Catrice True Skin Foundation. In de kleur 039 Warm Olive. Oké, de spons brengt oké aan. Ik vind hem wel een tikkeltje te hard naar mijn mening. Ik hou altijd van een beetje een zachte spons. En deze is... Hij is wel zacht hoor. Het is gewoon oké. Hij is absoluut niet heel slecht. Maar het is gewoon een tikkeltje harder dan dat ik persoonlijk zou willen. Ik ga nou deze gebruiken voor concealer. Ik ga even met mijn Morphe concealer in de kleur C2.15. Nee, ik denk niet dat ik hem fijn vind voor concealer. Hij is gewoon heel onhandig. Ik ga gewoon weer in met mijn muisspons. Ja, een stuk beter. Dit is echt een beetje onhandig. Misschien voor cream blush. Ik ga het voor cream blush gebruiken. Ik ga in met mijn cream blush van Makeup Studio in de kleur Coral Passion. Echt mijn favorite cream blush. En dan pak ik gewoon zo een beetje met deze spons. Nee, in ieder geval vind ik hem ook niet heel fijn. Deze cream blush is echt heel fijn en die hoort echt heel goed uit te blenden. En zoals je nu ziet, hij blendt niet echt uit. En dat komt echt door de spons. Ik ga weer in met mijn muisspons. Oké, jongens, deze spons set is voor mij moi. Raad ik niet echt aan. Deze is echt helemaal niet fijn. En deze is een tikkeltje te hard. Dus nee, ik raad hem niet aan. Ik heb heel even snel mijn gezichtsmake-up afgemaakt. Ik heb wat poeder aangebracht, neuscontour en wat bronzer. En de blush, ja, die hebben jullie net gezien. Nou ga ik beginnen aan het hoofdartikel van deze collectie. En dat is dit oogschaduwpaletje. Dit is de I Heart Revolution The Big Cheese Eyeshadow Palette. En het paletje ziet er letterlijk uit als een blokje kaas.
En binnenin krijg je 18 verschillende tinten, zowel matte als glanzende kleuren en een grote spiegel. Ik ga echt stuk om al deze verpakkingen, gewoon letterlijk een blokje kaas. En deze gaten zijn ook echte gaten, het is ook echt zo erin gedrukt. Echt heel leuk gedaan wel. En dan is dit de inhoud, jongens. De inhoud is voor mij... Ik vind het niet echt genoeg kaas. Ik vind het niet genoeg geel. Ik zie hier gewoon vooral roze en zo. Dus ik had wat meer geel willen zien. Er is letterlijk maar één geel. Alleen maar deze. Ja, en deze ook. Maar dit vind ik toch wel meer een oranje. Dus ik mis een beetje een felgeel. Zoals wat ik nou op heb. Of een glanzende geel. Of whatever. Dus qua kleuren vind ik het helaas niet echt een match met de collectie. En ik moet zeggen dat het ook niet echt aanspreekt. I had the Revolution oogschaduwen zijn nooit heel goed. Dus ik hoop dat het nu wel gaat zijn. Want ik moet over een paar uur weg. Ik heb over een paar uur een afspraak. Dus de look die ik ga maken wordt draagbaar. Want ik moet ermee naar die afspraak. Dus laten we inzoomen op de ogen. Nou, we zijn ingezoomd. Ik weet nog helemaal niet wat ik ga doen, jongens. Ik denk dat ik dan maar gewoon ga beginnen met deze matte kleur. Die is geel. Die heet Monterey Jack. Aangezien er maar één gele kleur is, wil ik hem ook wel gewoon echt gebruiken. En die gaat in mijn hele arcadeboog. Ik gebruik mijn Zoeva 228 kwast. Mijn go-to kwast. Hij is best wel goed gepigmenteerd. I like it. Dan ga ik in met de bruine matte kleur hier. Die heet Emmental. En die gaat ook in mijn arcadeboog. Om het een beetje donkerder te maken. Hier komt niet heel veel kleur vanaf. Ja, deze kleur is echt bakker, jongens. Kijk dit, er komt amper iets af, man. Die twee kleuren ga ik dan ook aanbrengen op de onderste wimperrand. Dan denk ik dat ik een beetje voor een halo eye wil gaan. Ik begin met de donkerbruine glanzende kleur hier, die heet Provolone. En die breng ik aan in beide hoeken. En dan pak ik deze gele gouden glanzende kleur, die heet Gouda. En die breng ik zo in het midden aan. Oeh, die is heftig. De glanzende kleuren zijn echt veel en veel beter dan die matte kleuren. Wauw, dit is echt prachtig. Ik pak weer die kleur Provolone, die donkerbruine glanzende kleur. En dan blend ik die ook nog een beetje in met die geel-gouden glanzende kleur. En dan met een kleine fluffy kwast ga ik een beetje over de randen om het uit te blenden. Ja, jongens, deze glanzende kleuren zijn echt goed. Maar die matte kleuren, nee man. Jammer, want ja, als die matte kleuren goed waren geweest, dan was het echt een goed paletje geweest. Maar wat heb je eraan als alleen maar de glanzende kleuren goed zijn? Daar heb je niet veel aan. Dan pak ik de glanzende kleur hier zo. En die breng ik zo aan in de binnenste ooghoek. En dan is de look af. Ik breng denk ik die kleur ook een beetje aan op de onderste wimperrand. Voor een beetje een glans daar. Dat doe ik echt nooit. Maar nu wel voor de verandering. Oké, jongens. Dit is dan de look. Ik vind het heel mooi zo'n pop van geel in het midden, zeg maar. Maar goed, ja. Nogmaals, die matte kleuren echt eens in. Ooglook is helemaal af. De wimpers die ik op heb zijn TL19 van Tati Lashes. Mijn go-to everyday wimpers. Ik vind ze echt heel mooi. Nou, het laatste product is een highlighter. Dit is de iHouse Revolution Cheese Highlighter Duo. En dit is een highlighter met twee kleuren in de vorm van kaas. Wat ik extra leuk vind aan deze verpakking is dat als je hem overmaakt... Gaat hij hier zo open met van dit soort stukjes kaas, zeg maar. En dat is heel apart gedaan. Alsof je echt zo'n kaasblokje openmaakt. Dat vind ik heel leuk. En het zijn dus twee kleuren. Even kijken, ik denk dat die lichte kleur best wel zou matchen met mij. Dit zijn dan de twee kleuren. Een lichte vanillekleur en een meer roze kleur. De lichte vanillekleur ziet eruit als een kleur die echt wel zou kunnen werken voor mijn huidskleur. En die andere voor een iets donkerdere huidskleur. Dat vind ik wel fijn dat ze echt twee hele verschillende kleuren hebben gedaan. Want dan is er voor iedereen iets. Oké, de swatch voelde echt heel goed aan. Ik ga gewoon in met deze lichte kleur. Oeh, mooi. Heel mooi, heel creamy ook. Ik ben altijd heel blij met alle highlighters van hun altijd. Ja, dit is echt heel mooi. Nou pak ik die andere kleur gewoon puur omdat ik die ook gewoon wil zien. En die breng ik een beetje hier aan. Ook een hele mooie kleur. Heel mooi rozig, maar nog wel licht genoeg. Dan pak ik weer die lichte vanillekleur. En die breng ik dan ook zo aan op mijn neus, hoe ik altijd doe. Dit voelt echt toppie aan en het ziet er ook echt prachtig uit. Het is niet too much, maar ook niet te weinig. Gewoon een hele mooie glow. Ik ben hier heel blij mee. Ik vind het ook weer heel cute eruit zien. Zo kaasje zo. Oké, jongens, en dat was het dan. Ik denk dat ik de lipbalm gewoon ophoud als lipstick. I like it. Lekker rozig. Dan zijn we klaar. Nou, dit was dan de iHouse Revolution Cheese collectie. Wat vonden we ervan? Let me know beneden in de reacties. En ook wat je vindt van deze make-up look. Het is weer best oké gegaan. Het zijn 4 producten. En ik raad letterlijk de helft aan. Het is letterlijk 50-50. 2 dingen raad ik aan, 2 niet. Wat ik niet aanraad is het paletje helaas. Terwijl dit het grootste make-upje was van de collectie. Maar ik vind die matte kleuren gewoon echt niet goed werken. En als je alleen maar de glanzende kleuren kunt gebruiken. Ja, dan is het gewoon niet waard. En voor de prijs heb je ook een heleboel
veel andere goede paletjes. En de sponset raad ik ook niet aan. Deze is gewoon echt niet praktisch, niet fijn. En deze vind ik een tikje te hard. Wat ik wel aanraad is de lipbalm. Ik vind hem super fijn, super cute. Ook op zich wel makkelijk zo aan te brengen. Ondanks dat de verpakking niet echt praktisch is. Dat niet. Maar wel echt heel cute. En ja, ook gewoon echt fijn op de lippen. Ja, en deze highlighter vind ik ook heel mooi. Heel fijn. De kleuren zijn mooi. Het smelt helemaal zo mooi in de huid. Het geeft echt een prachtige glow. Dus deze twee producten raad ik zeker aan. Echt heel erg fijn. Maar goed, nogmaals, let me know wat jullie ervan vonden. En zoals altijd hoop ik dat jullie weer hebben genoten van de video. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!